Goeiedag. Goeiedag. Good day. Een van de agendapunten van de Provinciale Staten is het project Boppenslag. Wat houdt dit project precies in? Boppenslag is primair bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op hoger niveau te brengen. Maar daarbij is een heel belangrijk onderdeel en een belangrijke opstap de twee- en drietaligheid. Dus de taalontwikkeling van de kinderen in die twee- en drietaligheid, maar ook in het mondeling en in het schriftelijk, is een kerninhoud van dit project. Elke aflevering geven de Provinciale Staten een burger de gelegenheid om een vraag over het onderwerp te stellen. Nou, het is wel zo. Als je het zou moeten doen in taal, dan kan je volgens mij niet vroeg genoeg mee beginnen. Het Fries lijkt heel veel op Engels. Als je dus verschillende woorden neemt en je legt ze naast elkaar, het is hetzelfde schrift. Dit lijkt me wel veel hoor, drie talen. Ik vind het wel goede zaken. Mensen dat zullen verstaan en spreken zelf ook nog. En daarom kunnen Friezen vaak beter Engels als de rest van Nederland. Dat vind ik wel heel handig dat ze dat al heel vroeg leren, want daar hebben ze ook al op televisie al heel veel mee te maken. Maar Fries vind ik wel iets, ja, dat moet je of bij je opvoeding meekrijgen of niet, zeg maar. Ik vind Nederlands en Engels vooral, dat vind ik het belangrijkst. Dat lijkt me een beetje veel voor de kinderen. Zijn de kinderen op de basisschool niet te jong voor drietalig onderwijs? Deze vraag moet ik ontkennend beantwoorden, omdat het gaat vooral in de eerste jaren van de basisschool om de mondelinge taalontwikkeling, dus om de woordenschat, om de taaluitdrukking en om de mondelinge taalbeheersing. Niet iedereen is even positief over het project Boppenslag. Theo Willemsen is een voorstander ervan en Ruben van der Hoest is minder positief. Ik vind het Fries niet belangrijk om in het basisonderwijs standaard in te voeren. Gezien de cijfers blijkt dat veel mensen die in Friesland wonen tegenwoordig geen Friese achtergrond meer hebben. In deze regio is voor toch nog wel een redelijk hoog percentage, dat varieert wel per locatie, is Fries de eerste taal, de memmetaal? Ja, ik acht talen als Nederlands en Engels belangrijker dan het Fries. Als je het goed doet, want dat is het punt, hè? Als je een kind goed meertalig opvoedt, heeft het kind daar ook voordelen van. Als je twee talen goed leert bijvoorbeeld, blijkt uit onderzoek, pak je veel makkelijker een derde taal mee, omdat je weet wat talen zijn, omdat je namelijk twee talen naast elkaar hebt. Een goed punt. B, het is ook heel belangrijk dat je talen opbouwt op basis van de moedertaal of de moedertalen die kinderen hebben. De docent inderdaad bijgeschoold moet worden. Kost ook een investering, dus je gaat met een omweg eigenlijk naar het doel waar je naartoe wil, om het Fries bij leerlingen te brengen. Dat kost mijn inziens veel tijd en ook veel geld. Ondanks de discussies loopt het project Boppenslag al een aantal jaren. 18 maart 2009 wordt besloten of er extra geld aan het project toegekend wordt. Ontzien! Tot ziens! Goodbye! Oh!